Welkom mensen bij deze avond over Utrecht en het slavernijverleden. Helaas zitten jullie niet in deze prachtige theaterzaal van de Bibliotheek Utrecht, waar we vandaag te gast zijn. Maar nog even thuis, maar super dat jullie kijken en hopelijk zijn we met veel. Vanavond is een bijzondere avond, georganiseerd door het Utrechts Archief en in opdracht van de gemeente Utrecht. En we zijn te gast dus bij de Bibliotheek Utrecht. Ik ben Mariska Verbeek, jullie host voor vanavond. Ik ben eigenaar van boekwinkel Savannah B, hier op een steenworp afstand in de stad. En boekwinkel Savannah B is al ruim 25 jaar gespecialiseerd, onder andere in postkoloniale geschiedenis. Dus vandaar dat ik vandaag hier een steentje mag bijdragen. We gaan het hebben vanavond over de aanloop naar het onderzoek van de gemeente Utrecht naar de rol van de stad Utrecht in het slavernijverleden, in de slavernijgeschiedenis. Er is momenteel een onderzoek gaande, daar gaan we straks wat meer over horen. Dit is nadrukkelijk niet een avond waarop we al resultaten van dit onderzoek gaan horen, want dat houden we nog even spannend. Het is nog niet helemaal klaar. In juni wordt het gepresenteerd en dan horen we wat het onderzoek teweeg gaat brengen. Maar dit is een soort warming-up eigenlijk. Wat is de aanleiding van het onderzoek naar de slavernijgeschiedenis? Wat was er al bekend? Wat gebeurt er al in de stad? En welke mensen en organisaties hebben al een bijdrage geleverd aan dit zo belangrijke onderwerp? Daar gaan we het vanavond over hebben. En we gaan kijken hoe gaat dit onderzoek nou eigenlijk te werk in archieven en in het onderzoek, in de wetenschap. De gevolgen van het onderzoek komen dus later. We praten wel vanavond al met een panel over de inbreng van verschillende organisaties en mensen. Dat komt straks, maar eerst een aantal sprekers voor jullie. Ik wil als eerste het woord geven aan wethouder Linda Voortman. Zij gaat de avond openen vanuit de gemeente Utrecht. En daarna volgt een lezing van Nancy Jouwe, een van de drie onderzoekers van de slavernijgeschiedenissen van Utrecht. Het is dus zo dat het een online gebeuren is. Betekent niet dat jullie niet betrokken kunnen zijn. Stel je vragen, stel je opmerkingen in de chat. We hebben hier een moderator en die kijkt mee welke vragen we kunnen meenemen in toch de beperkte tijd van dit programma. Maar wees niet, schroom niet om ze te stellen. Ik wens jullie heel veel plezier met dit programma. Ik zie jullie straks terug. Het woord is aan Linda Voortman, wethouder onder andere diversiteit van de gemeente Utrecht. Dankjewel Mariska. Welkom allemaal bij deze publieksbijeenkomst over het onderzoek naar het Utrechtse slavernijverleden. Ik ben Linda Voortman, wethouder diversiteit in Utrecht. En we leven in bijzondere tijden. Niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege de berichtgeving. Gisteravond de uitspraak, de juryuitspraak in zaken de moordzaak van George Floyd. En die juryuitspraak is echt een heel bijzonder moment, echt een mijlpaal in de geschiedenis. Tegelijkertijd moeten we ook niet denken dat met één juryuitspraak alles verandert. Ik denk dat er nog heel veel moet veranderen om ervoor te zorgen dat mensen zich niet meer gediscrimineerd voelen. En dat kunnen we dus ook doen in de toekomst, maar tegelijkertijd is het ook heel erg goed om naar het verleden te kijken. Wat kunnen wij nou leren van onze gezamenlijke geschiedenis? En ook wat kunnen we leren van de gezamenlijke geschiedenis hier in Utrecht? En dat is het onderwerp van vanavond. We gaan het hebben over het verloop van het onderzoek en we gaan in het gesprek over het belang van het kennen van onze gezamenlijke geschiedenis. In juli 2019, dat was nog pre-corona, heeft de gemeenteraad van Utrecht een motie aangenomen met het verzoek om onderzoek te doen naar het Utrechtse slavernijverleden. En het is nu bijna zover. Het onderzoek is in volle gang. En de resultaten worden naar verwachting eind juni gepresenteerd. Maar vanavond staan we alvast stil bij het onderwerp en het proces van dit onderzoek. Dat Utrechtse onderzoek, dat staat natuurlijk niet op zichzelf. Want de slavernij is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. In Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Vlissingen en Walcheren starten ze al eerder zo'n onderzoek. Het past bovendien ook in het bredere maatschappelijke gesprek en de bewustwording over het slavernijverleden en het koloniale verleden van Nederland. Het onderwerp dat ligt begrijpelijkerwijs erg gevoelig voor veel mensen in de stad en in het land. En met dit onderzoek
willen wij in kaart brengen wat de rol van de stad Utrecht en het stadsbestuur destijds was. Want het kennen en erkennen van onze gezamenlijke geschiedenis is essentieel om samen de toekomst te maken. En dit onderzoek zal ook duidelijk maken of excuses van de stad Utrecht op zijn plaats zijn. Ik wil graag deze gelegenheid ook aangrijpen om te zeggen dat ik heel erg blij ben dat dit onderzoek, ondanks alle coronamaatregelen, nog altijd op schema ligt. Want de onderzoekers stonden wel voor een enorme uitdaging. Meerdere keren was het Utrechtse archief gesloten vanwege de coronamaatregelen. Maar ik weet dat ik voor heel veel mensen spreek als ik zeg dat we zeer uitkijken naar de resultaten. Dank jullie voor jullie aanwezigheid hier en de kijkers thuis wens ik een informatieve en leerzame bijeenkomst. Dank jullie wel. Nou, dankjewel Mariska voor de hartelijke woorden. Welkom allemaal. Wat fijn dat u thuis meekijkt met deze toch wel bijzondere avond. We zitten hier in de bibliotheek met een hele crew en hele leuke panelisten die we zo meteen gaan horen. En ja, ik mag u iets vertellen over dit onderzoek. En de uitkomsten van het onderzoek, zoals u hoorde, die maken we eind juni bekend, zoals we hebben afgesproken met de opdrachtgever, de gemeente Utrecht. Dus daar gaan we het vanavond niet zozeer over hebben, maar we gaan het wel hebben over een aantal andere dingen. Ik heb heel veel slides voor u meegenomen, dus u ziet heel vaak mij niet in beeld, maar de slides, maar dat maakt ook verder niet uit. Goed, ik heb 20 minuten en dan wil ik met u praten over drie dingen. Ten eerste het onderzoek. Wat is het belang daarvan? Waarom is het relevant? Ook een beetje context. Ten tweede, wat weten we al over Utrecht en de slavernijgeschiedenis? En tot slot, ja, wat valt er eigenlijk te verwachten binnenkort? Goed, punt 1 dus. Het onderzoek in opdracht van de gemeente. Wethouder Linda Voortman zei het al, er is in juli 2019 een motie aangenomen. Altijd ook wel leuk om even te zeggen welke partijen dat waren. In het geval van Utrecht waren dat DENK, de ChristenUnie en GroenLinks. En noemde de motie naar en mogelijke excuses voor het Utrechtse aandeel in het slavernijverleden. En in de motie die u volgens mij gewoon online kunt vinden, maakten ze dus ook gebruik van het werk waar al naar verwezen is. Hoe komt zo'n motie nou eigenlijk tot stand? Dat gaat niet zomaar. Dat komt omdat er ook mensen in de Utrechtse maatschappij zitten die daarvoor lobbyen, die dat willen agenderen en waar gemeenteraadsleden dan ook wel of niet voor openstaan. Waarom ben ik gevraagd? Ik hou me inderdaad al een tijdje bezig met het slavernijverleden.
Dit zijn volgens mij allemaal boeken die te koop zijn bij Savannah Bay. Het zijn boeken waar ik als auteur en redacteur aan mee heb gewerkt. De afgelopen, laten we zeggen, 7 jaar. En inderdaad zit daar ook de slavernij in Oost en West bij. Dat is het Amsterdamse boek wat is uitgekomen. Want inderdaad, het past in een bredere trend. Die motie die in Utrecht plaats had. In Rotterdam is al eerder een motie aangenomen. Ook in de lokale politiek werd daar gelobbyd voor meer aandacht voor de stadsgeschiedenis van Rotterdam en slavernij. En dat werd gevolgd door Amsterdam. En die hebben dat allebei vrij groot aangepakt. Rotterdam zelfs met 3 boeken. Die zijn ook wat langer bezig geweest. U ziet ze hier in beeld, waaronder dus een boek echt alleen maar gericht op slavernij zelf. Geschreven door Alex van Stipriaan. En in Amsterdam kreeg het IJSG, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, de opdracht. En daar hebben 4 redacteuren aan meegewerkt. Pepijn Brandon, Matthias van Rossum, Guno Jones en ikzelf. En dat boek is ook vorig jaar herfst uitgekomen. Dus u ziet, er is een bredere trend aan de gang. Onderzoek naar het slavernijverleden wordt steeds belangrijker. Slavernijgeschiedenis is Nederlandse geschiedenis, maar is ook stadsgeschiedenis geworden, zou je kunnen zeggen. Er zijn daarnaast ook plannen om monumenten in zowel Utrecht als Den Haag, 2 steden waar nog geen monumenten voor slavernij staan, te installeren. Daar zijn teams, wijze mensen nu mee bezig om dat op te zetten. De verwachting is dat dat in 2023 uitkomt. En u ziet hier in beeld een aantal monumenten in andere steden, Middelburg, 2 in Amsterdam en 1 in Rotterdam, die vanaf 2002 zijn geïnstalleerd. En dat is het werk van herinneringsgemeenschappen. Dus mensen die zich actief hebben ingezet om deze geschiedenis aanhangig te maken voor een breder publiek. Dat is gewoon heel belangrijk geweest om eigenlijk een soort stilte te doorbreken. Guno Jones, een onderzoeker uit Utrecht, een antropoloog die onder andere over slavernijgeschiedenis heeft geschreven, die zei daar in 2012 het volgende over. Met de totstandkoming van het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden in 2002 en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSEE, in 2003... slaagden herinneraars erin om van de slavernij een publieke kwestie te maken. Wat betekent dat dan? Was die publieke herinnering er eerst niet? Nee, die was er eigenlijk eerst niet. Er was, en dat is iets wat veteraan, historicus Alex van Stipriaan heel duidelijk heeft gemaakt, dat er eigenlijk in de hele 20e eeuw een oorverdovende stilte was te horen in Nederland als het over slavernijgeschiedenis ging. Ik heb het zelf ook nooit gehad, op de middelbare school niet, op de lagere school niet. En ik ben hier in Utrecht gaan studeren en ik weet dat ik daar eigenlijk pas voor het eerst echt iets over de slavernijgeschiedenis hoorde. In het boek Op zoek naar de stilte uit 2007, een heel belangrijk moment, werd er ook gepraat van hoe zichtbaar zijn die sporen eigenlijk van het slavernijverleden? Zijn er aanwijzingen voor? Hier zie je ook al een hypothese van zijn er allerlei sporen gewoon ook in de stad te vinden als je goed gaat kijken, als je goed gaat opletten. En dat is ook precies wat wij onder andere als onderzoekers hebben gedaan.
En niet alleen wetenschappers begonnen daarover te praten, over die stilte en dat die stilte eigenlijk misschien doorbroken moest worden. Ook in beleid werd dat verankerd, bijvoorbeeld doordat het in de kanon van Nederland terechtkwam. De kanon van Nederland uit 2007, die werd aangeboden aan het minister van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daar, en de kanon is eigenlijk een soort richtlijn ook voor educatoren, voor scholen, om te zeggen, nou, dit zijn de belangrijke verhalen als we het over Nederland hebben. Een van die onderwerpen werd dus slavernij. Waarbij eigenlijk ook gezegd werd, ja, slavernijgeschiedenis moet echt nu integraal onderdeel worden van de Nederlandse geschiedenis. En een afzonderlijk veld voor historisch onderzoek. Hè. Dus ook hier zie je weer, dat impliceert dat het eigenlijk daarvoor niet zo was. Ook politici bemoeiden zich ermee. U kent hem vast nog wel, nou, misschien als u 30 plus bent, anders kent u vooral de huidige premier. Maar de premier voor de huidige was Jan-Peter Balkenende. En ja, Jan-Peter Balkenende is eigenlijk berucht geworden door zijn uitspraak de VOC-mentaliteit. Maar hij heeft ook andere dingen gezegd. Zo zei hij op de nationale 1 juli herdenking van 2008, dus toch ook alweer 13 jaar geleden... Slavernij en slavenhandel zijn onlosmakelijk verbonden met onze vaderlandse geschiedenis. Hoe pijnlijk ook, voor die feiten mogen we nooit meer weglopen en de ogen nooit meer sluiten. We mogen nooit meer zwijgen, dat is te lang gedaan. En ik vind het interessant dat hij het woord zwijgen gebruikt. Want dat impliceert ook dat die stilte actief gereproduceerd werd, zou je kunnen zeggen. Dus dat ja, mensen actief erover zwegen. Goed, de politici, maar ook journalisten begonnen zich met dat vraagstuk te bemoeien. Voor mij was een heel belangrijk moment dit opiniestuk van Anil Ramdas, wijlen. Anil Ramdas, helaas een ontzettend belangrijk publiek intellectueel die veel over de koloniale geschiedenis en wat dat ook voor impact heeft in de maatschappij te heden te dagen. Die had het er eigenlijk over van ja, we hebben het nu wel over slavernij. Maar dat gesprek wat we daarover hebben is eigenlijk heel zakelijk, heel koud. Ook een beetje rancuneus. Kan dat wat hartelijker? Kan dat wat beter eigenlijk? De juiste toon, die zouden we moeten vinden. Goed. Mijn tweede punt wat ik wil maken vandaag. Wat weten we eigenlijk al over Utrecht en de slavernijgeschiedenis? Gelukkig hoefden wij als onderzoekers niet helemaal op punt nul te beginnen. En ik wil graag ook weer beginnen bij die herinneringsgemeenschappen die ook lokaal hier in Utrecht actief zijn geweest. Torioso Utrecht en Natalia Maknak als een soort drijvende kracht van die organisatie Torioso Utrecht, die door haar vader was opgericht. Die starten eigenlijk al 20 jaar geleden ook met Kitty Kotti vieringen. Hè, dus Kitty Kotti, het verbreken van de ketenen. Een moment waarop mensen uit de Afro-Caribische gemeenschap de afschaffing van de slavernij zowel herdenken als ook vieren. Hè. 1 juli 1863 werd de slavernij in de Nederlandse Caribe afgeschaft. Inmiddels, en straks zit hij ook in het panel, hebben we ook echt een Kitty Kotti Utrecht Stichting. Leroy Lucas is daarvan de voorzitter. En die hebben er ook heel erg voor gezorgd dat dat nu echt stedelijk wordt gedragen als herdenking en als viering. Zodat alle Utrechters die daar interesse in hebben zich verbonden weten en mee kunnen doen eigenlijk. Ikzelf, Mariska verwees er al naar, heb me... Ik ben ook als programmamaker. Ik was toen artistiek directeur van Cosmopolis Utrecht. Een culturele instelling die zich eigenlijk moest inzetten voor een interculturele dialoog via kunst, cultuur en debat. En ik dacht, nou, laten we het eens over slavernij gaan hebben. Want niemand heeft het daar eigenlijk over. Niemand stelt eigenlijk die vraag. Dus we hebben dat in 2011 en 2012 uitgevoerd hier in de stad. Allerlei dingen gedaan, te veel om
op te noemen. En we hadden daarin als partners onder andere Torrie Osso Utrecht, maar bijvoorbeeld ook een onderzoekspartner, de Center for the Humanities, hier in Utrecht opgericht door professor Rosie Braidotti. Daar begon ook onderzoek gedaan te worden door onder andere Esther Captain. Haar naam is al genoemd. En daar zie je dus een aantal hele interessante plekken waar dus ook eigenaren van plantages, aandeelhouders hebben gewoond. En u ziet hier twee mensen die we niet ongenoemd kunnen laten. Johan Gideon Loten, die op Drift 27 woonde, die een Aziatische bediende meenam, Siti. Ze kwam uit Makassar. Daarom ziet u ook een leeg medaillon. Want ja, zo werkt de geschiedenis natuurlijk altijd. De mensen met macht en geld, dat zijn de mensen waar we ook beelden van hebben. Maar juist mensen die de gekoloniseerde mens, zou je kunnen zeggen, daar hebben we natuurlijk vaak geen beeld van. Hetzelfde geldt voor iemand als Sarah Sibylla Verdion. Die zeker ook in ons boek aandacht zal krijgen. Een groot aandeelhouder in slavernij, zou je kunnen zeggen. Iemand die heel rijk is geworden in ook weer Batavia. Ook zij nam een Aziatische bediende mee naar Utrecht. Meerdere trouwens. Sarah Sibylla Verdion en haar bediende, waarvan we dus niet zeker weten, was dat een tot slaaf gemaakte vrouw toen ze ook hier aankwam, of was ze al vrijgemaakt? Dat zijn soms dingen ook die we niet precies weten. Maar die heette dus Sibylla van Batavia. Iemand dus die haar eigen naam verloor naar haar eigen, nou ja, in ieder geval bazin, wellicht eigenaresse werd genoemd, en van Batavia, omdat ze waarschijnlijk in Batavia is gekocht. Dat waren verhalen die we door dit project ook naar boven hebben kunnen halen. Daar hebben we een wandelroute van gemaakt. En Esther Captain is in juni 2012 met een gidsje daarover uitgekomen. En we maken nog steeds heel dankbaar gebruik van haar werk. En is zeker ook een inspiratiebron geweest voor ons onderzoek. En daarom hoefden we gelukkig ook niet bij moment nul te beginnen. Een ander ding waar ik ook nog bij betrokken ben geweest als curator en wat ook een link geeft naar het Centraal Museum, natuurlijk een van de grootste musea hier in Utrecht, en straks zitten in het panel ook twee curatoren die nu iets heel moois doen in het Centraal Museum. Maar in 2019 hebben we een kleine tentoonstelling gemaakt, juist om ook dit gesprek te entameren over de slavernijgeschiedenis en ook wat zien we dan eigenlijk niet? Wat blijft er onzichtbaar? En dat is natuurlijk ook het werk wat wij doen als onderzoekers, dat we proberen verhalen zichtbaar te maken. Een van de gidsen waar ik aan heb meegewerkt is de gids Slavernij Verleden Nederland. Het is een tweetalige gids, 100 locaties door heel Nederland heen. En in die gids staan dus ook 5 locaties over de stad Utrecht en 5 locaties over de provincie Utrecht. En een van die verhalen is het verhaal van Eduard van Akaboa. Een zwarte vrije man die dus al in 1652, weten we dan uit archieven, in Utrecht woont. En kinderen krijgt, nazaten krijgt, die ook allemaal in Utrecht gaan wonen. Waarschijnlijk ooit slaaf gemaakt en vervolgens vrijgemaakt. En zijn hele familie, hij zelf ook, zijn hele goede metaalbewerkers. Dus hun sporen wat ze ooit gemaakt hebben, zijn ook terug te vinden. Straks zien we in het filmpje van het Utrechtse Archief meer over Eduard van Akkerbouwen. Dus ik ga snel verder naar een ander verhaal. Want wat ook heel typerend is aan Utrecht, was dat er heel veel abolitionisten actief waren. En wat is nou abolitionisme? Dat is eigenlijk een beweging die zich op een gegeven moment is gaan inzetten tegen de slavernij. Je hoort heel vaak het verhaal, dat was vroeger normaal, maar ook ten tijde van dat slavernij daadwerkelijk een praktijk was, gingen er ook al stemmen op, juist ook in Nederland en dus ook in Utrecht,
om te ageren tegen slavernij. Nicolaas Beets is zo iemand. Het is iemand die heel bekend is, ook onder andere door een beroemd boek wat hij heeft geschreven, De Camera Obscura. Maar heel weinig mensen weten eigenlijk maar dat hij zich ook met slavernij bezighield en er tegen was. En hij heeft bijvoorbeeld een openbare lezing gegeven in 1856 buiten op een publieke plek waar nu het conservatorium is bijvoorbeeld. Maar ook in de buitenplaatsen vinden we natuurlijk, zou ik bijna zeggen, verhalen terug. Dus ook in het boek wat uitkomt zullen we adellijke families zeker ook een plek geven. En zo'n adellijke familie woonde bijvoorbeeld ook in buitenhuis Vollenhoven in De Bilt. Veel Utrechters zullen dat buitenhuis kennen. Je fietst er naartoe. Als je de Berenkuil overgaat richting De Bilt, dan zie je aan je rechterhand op een gegeven moment dat buitenhuis. Nou, daar woonde een adellijke elite die mede ook rijk is geworden door koloniale activiteiten. En daar is natuurlijk heel veel over te vinden. Tot slot, want ik heb nog maar 2 minuten. Het boek, dat gaat dus uitkomen. Het ziet er zo uit. U kunt volgens mij het boek zelfs al reserveren. Dus ik nodig u van harte uit om dat te doen. Dat komt bij Walburg Pers uit. Ik heb de opdracht gekregen van de gemeente Utrecht in 2019. Maar we moesten eerst het Amsterdamboek afmaken. Dus we zijn eigenlijk pas in 2020 echt begonnen met dit onderzoek. Ik heb toen Remco Rabe en Matthijs Kuipers uitgenodigd. Twee historici van de Universiteit Utrecht om samen met mij hierin op te trekken. Dat was een hele prettige samenwerking. En we hebben eigenlijk in vrij korte tijd toch best wel een aantal interessante dingen, denk ik, gevonden. We hebben 20 artikelen in het boek. En we hebben dus ook een aantal auteurs uitgenodigd om daarover te schrijven. En ik moet ook even de namen noemen van een aantal stagiairs. Want we hadden fantastische stagiaires en een vrijwilliger die met ons mee hebben gewerkt. Want in tegenstelling tot Amsterdam, waar al heel veel bekend is, was er in Utrecht nog heel veel niet bekend. En ik wil dus even noemen Anne Verrijken, Matthias Lukkes, Wesley Verboom, Thomas Markhorst, Maud Groenewoud en vrijwilliger Mariette Doeze, die ongelooflijk veel werk hebben verricht, onder andere dus in het Utrechts archief. En de wethouder zei het al, het was af en toe een uitdaging, want het archief was eigenlijk merendeels dicht. En sterker nog, het archief is ook op een gegeven moment gehackt. Dus de miljoenen data die daar liggen, daar konden we op een gegeven moment aan het einde van ons onderzoek niet eens meer bij. Dus u kunt zich voorstellen, het was een onderzoek met uitdagingen, maar we zijn hem toch graag aangegaan. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat u van het boek gaat vinden. We gaan daarnaast ook onze website vernieuwen. Die komt in juni weer online. Sporenvanslavernijutrecht.nl. Daar kunt u dan meer informatie vinden. Waar u ook informatie kunt vinden ook over wandeltours die we weer gaan geven. Als het allemaal weer mag en COVID-vriendelijk allemaal blijft. Maar ik wil tot slot zeker ook nog even melden dat we een theaterproductie gaan neerzetten, geënt ook op het onderzoek. We werken daarin samen met twee fantastische mensen, Katie Streek en Jennifer Tosh, die Sites of Memory zijn begonnen, een theatrale wandeltour door de stad. Dat hebben ze de afgelopen 5 jaar in Amsterdam gedaan. En ze komen nu voor het eerst Amsterdam uit en ze komen naar ons in Utrecht. Dus daar gaan we in samenwerken. En dat wordt geopend als alles goed gaat in de laatste week van juni. Oké. Dank jullie wel allemaal en tot ziens. Dankjewel, Nancy. Klinkt allemaal naar, het smaakt allemaal naar meer. Dus ik ben heel blij dat je straks ook nog even in het panel zit. Om vooral wat je zo op het laatst allemaal even vertelde. Wat er allemaal in de toekomst nog gaat gebeuren. Daar wil ik heel graag meer van weten. Maar dat kan zo meteen. De volgende spreker van vanavond kon helaas niet live hier vandaag zijn.
Dat was Joyce Bennings van het Utrechtse Archief. Maar om haar bijdrage toch te kunnen doen, heeft ze een prachtig filmpje voor ons gemaakt. Joyce is conservator en historica bij het Utrechtse Archief dus. En heeft de drie onderzoekers en de stagiairs en iedereen geholpen bij het ontsluiten van de bronnen van sporen van slavernij in het Utrechtse Archief. Want zoals Nancy net al vertelde, het is allemaal niet zo heel erg voor het grijpen. Je moet echt op een bepaalde manier in de archieven duiken om die sporen ook echt te traceren en aan het licht te brengen. En daarover vertelt ze jullie in het volgende filmpje wat meer. Materiële actes van de stad Utrecht, zo'n 350 meter lang. En die strekken zich uit over vanaf 1600 tot ongeveer 1900. En in die archieven, die vaak gaan over allerlei dingen als transacties met wonen, testamenten, de neerslag van vooral rijke mensen, mensen die machtig waren, die in het bestuur zaten. En mensen die weinig geld hadden, dat geldt ook voor arme Utrechters, komen er veel minder in voor. Dat is in het kader van dit onderzoek natuurlijk best wel pijnlijk. Belangrijk is ook om te weten, als je onderzoek doet in dit soort bronnen, is dat je moet zoeken op eigentijdse termen. Dat maakt het ook wel een beetje pijnlijk. Je kunt bijvoorbeeld niet zoeken op slaafgemaakte, maar je zult het eigentijdse woord slaaf moeten gebruiken. En wij zeggen tegenwoordig marons, maar die zul je niet vinden als je zoekt in de notariële archieven van de 17e en 18e eeuw. Maar wel als je het woord bosnegers invoert. En je kunt dat overigens, die notariële actes, die staan voor een heel groot deel al op onze website. Met scans en al. En ook met allerlei namen en zoektermen. Dus het is een mooie bron om in te zoeken. Een van die bijzondere verhalen die hier in het Utrechtse Archief opgetekend staat, is het verhaal van Siti. Een meisje uit Celebes, het tegenwoordige Sulawesi. En in het jaar 1752 wordt zij door de gouverneur van Sulawesi, van Celebes, Johan Gideon Loten. Hij schaft haar als, zo zeggen de bronnen, als huisslavin aan voor zijn dochter. En op een gegeven moment sterft zijn dochter, zijn vrouw ook, op Celebes. En dan komt hij, Johan Gideon Loten, terug naar Utrecht, want daar komt hij vandaan. En in zijn huishouden neemt hij Siti mee. Misschien is het leuk om te beginnen met het testament wat Gideon Loten heeft opgemaakt. Hij had een aantal jaren, 20 jaar, in Engeland gewoond. En om die reden zijn de testamenten en de codicillen die hij had gemaakt voor Utrechtse notarissen zijn vertaald in het Engels. En in dat testament uit 1767 komen twee zinnetjes voor over Siti. Finally, I request my consort, dus mijn vrouw, to be so kind as to take care of the Indian maid servant Siti. That the same may be further instructed in the Christian religion and to let her continue enjoying the support of 4 pounds sterling per anno. Besides board, for which she shall. Dus ze krijgt een jaarlijkse uitkering, maar daar staat iets tegenover. For which she shall, on the other hand, be obliged, if required, to serve her to satisfaction. En her is dan zijn vrouw. Dus dit is hoe Siti bedeeld wordt in zijn testament. Hij is duidelijk wel op haar gesteld. En dat zie je dan doordat hij haar ervoor zorgt dat ze een jaarlijkse voeding krijgt, waardoor in haar onderhoud is voorzien. Maar het blijkt eigenlijk nog meer uit de brieven die hij schrijft. In een paar van die brieven, die vouw ik hier nu open, dat zijn de brieven van Gideon Loten aan zijn broer Arnoud, komt ook Siti ter sprake. Want op een gegeven moment is Gideon Loten is heel even neergestreken vanuit Celebes in Utrecht. Treft nummer 27, dat is de huidige universiteitsbibliotheek. Hij vindt het hier erg saai en hij vertrekt snel naar Londen. Siti blijft hier om zijn huishouden te bestieren met een aantal andere vrouwen. Maar hij wil heel graag dat Siti naar Engeland overkomt. En dan schrijft hij: betuig ik met alle waarheid naar Siti, die vrij beter voor haar in Engeland zijn zouden. Hij wil gaarne Siti aanhouden. En dan komt het. Hier zijn veel van die kastanjebruinen waarmede zij een wettig huwelijk zou kunnen aangaan.
En dan komt hij ook nog met een aantal kandidaten. Nou, uit deze brieven blijkt dus dat er eigenlijk voor haar beslist wordt. En ze gaat uiteindelijk naar Engeland toe. En of ze dat nou wel of niet op prijs heeft gesteld, dat weten we niet. En ook niet wat ze vond van de bepaling in het testament, dat ze dat jaargeld alleen maar kreeg als ze met een geschikte kandidaat, voor de familie geschikte kandidaat zou trouwen. Dat weten we natuurlijk ook niet. Maar misschien nog het dichtst bij City komen we aan de hand van een aantekenboekje van Gideon Loten. Hij schrijft hier in zijn aantekenboekje: gisteren na den eten, boven mijn mevrouw, bij mevrouw, dus dat is zijn vrouw, zittende, bracht ik te pas wat ik in de morgen was gepasseerd in regard van de meid en bekende mijn misslag. En waarschijnlijk doelt dat op het feit dat hij misschien iets te close was geweest met City. City was een hele mooie vrouw, hebben we ook ergens in de bronnen kunnen lezen. En zeide dat zij aan wel edele door de koning van Boni was gezonden en ik de behelder daarvan was geweest in het jaar 1752. En waarop mij met grote attentie gevraagd wierde, dus door zijn vrouw werd hem gevraagd, dan is hij geen slaaf, met dubbel F. Ik antwoordde nee. Echter dat in dier arbitraire landen alle onderdanen en subjecten van den eerste en de grootste bij de koning van een nieuwe koning moesten zweren dat zij namelijk de onderdanen, vrouwen en kinderen, zijn slaven waren. Ja, wat leert ons dit nu over City? Nou, dankzij eigenlijk het rijk gedocumenteerde leven met al die archieven van Jan Gideon Loten weten dat ze op de Drift 27 heeft gewoond, dat ze door Utrecht heeft gewandeld, dat ze een huishouden bestierde. En daarmee hebben we haar toch een beetje een gezicht kunnen geven. Een ander interessant mens die we tegenkomen in onze archieven is Eduard van Arcaboa. En dan zitten we in de 17e eeuw in Utrecht. En Eduard was een vrijgemaakte slaaf. En waarschijnlijk afkomstig uit Angola of Ghana. Dat weten we allemaal via onderzoek van Esther Kaptein. En de eerste vermelding van Eduard vinden we in het leerjongensboek van het Goud- en Zilversmedengilde in Utrecht. En daar wordt bij vermeld, dat is het opmerkelijke, deze is een Moor. En bij die andere vier namen worden alleen maar de namen gegeven en daar wordt verder niets aan herkomst of kwalificatie aan toegevoegd. Dat is eigenlijk iets wat telkens terugkomt bij Eduard en zijn familie. Hij wordt afwisselend Moor genoemd, ook zijn nakomelingen, of van Arcaboa. Dus dat is ook iets wat we met tot slaaf gemaakte, of in dit geval een vrijgekochte tot slaaf gemaakte, zien dat hun namen vaak wisselen. En vaak kom je ze ook alleen tegen met een voornaam. Gaan we een aantal jaren verder. Eduard trouwt. En hij treedt toe tot de hervormde kerk, de gereformeerde kerk. En zijn eerste kind wordt in 1660, dus 8 jaar later, gedoopt in de buurkerk in Utrecht. En ik sla nu het doopboek open van alle kerken in Utrecht. En ik kijk hier op de bladzijde met de dopen uit het jaar 1660, gedoopt in de buurkerk in Meert in maart. En daar vinden we Gerard, zoon van Eduard Vos de Moor, weer genoemd. Hier zie je nog steeds de naam de Moor opduiken. Maar een eeuw later, nadat Eduard toegetreden is tot het Goud- en Zilversmedengilde, en wel in het jaar 1759, komen we in de notariële actes een achterkleinzoon van hem tegen. En die huurt een huis in de Lange Viesteeg. En deze Eduard ondertekent deze huurakte met Eduard van Arcaboa. Dus niet meer met Eduard de Moor. Nou, we weten dus van deze Eduard die uit Angola of Ghana is gekomen in de 17e eeuw naar Utrecht, dat hij hier een leven heeft opgebouwd. Hij wordt lid van de gereformeerde kerk, de buurkerk.
waardoor die in de boeken van de kerk komt te staan. Zijn kinderen worden gedoopt in de kerk, die doopactes vind je terug. En er worden overeenkomsten gesloten voor notarissen, zoals van deze achterkleinzoon die een huis huurt in 1759. Dus het leven van Eduard van Akaboa, de Moor, is redelijk gedocumenteerd. Ja. Nou, we hebben een heleboel originele documenten, vaak ook gescand. Die staan achter me, waarin je onderzoek kunt doen naar slaafgemaakten. Maar je vindt natuurlijk ook een heleboel online. En een voorbeeld daarvan is een voormalige plantage-eigenaar, afkomstig uit Utrecht, Christian Willem Wijkner. En Christian Willem Wijkner was op een gegeven moment naar Suriname getrokken en kocht daar in 1853 een plantage, een koffieplantage, Goosen genaamd. Christian Willem trouwt op een gegeven moment in Suriname in 1858. En daar hebben we een berichtje van gevonden op Delver. Delver, daar staan een heleboel kranten op. En dit is dan de Surinaamse krant waarin we die trouwaankondiging lezen. En vervolgens een aantal jaar later wordt in 1863 de slavernij afgeschaft. En dan keert Christian Willem met zijn vrouw en inmiddels een paar kinderen terug naar Utrecht. En die afschaffing van die slavernij die gaat gepaard met een compensatieregeling voor de voormalige plantage-eigenaren. Zij ontvangen 300 gulden per slaafgemaakte. We zien hier in de stukken van de Algemene Rekenkamer, die dus online te vinden zijn op de website van het Nationaal Archief, zien we dat Wijkner voor zijn plantage Goosen gecompenseerd is voor 82 slaven. En hij ontvangt daar een bedrag van 24.600 gulden voor. Als je dat nu omrekent naar hedendaags geld, zou dat een equivalent van zo'n 250.000 euro zijn geweest. En er zijn meer Utrechtse plantage-eigenaren gecompenseerd. Uit onderzoek van Esther Kaptein weten we dat dat ongeveer een equivalent van hedendaags 4 miljoen euro moet zijn geweest. En als we kijken naar de eerste naam, dan zien we Klaas, wordt hier genoemd. En Klaas is 54 jaar oud. Klaas heeft geen achternaam, alleen maar een voornaam, Klaas. Maar dat geldt ook voor alle andere slaafgemaakten die je in deze lijst ziet. En als beroep of bedrijf wordt vermeld veldneger. En als godsdienst Moravisch. En Moravisch is wel opmerkelijk. Moravisch betekent dat hij lid was van de Evangelische Broedergemeente. En de Evangelische Broedergemeente kwam oorspronkelijk uit Moravië. Vandaar Moravisch. Maar is in de 18e eeuw neergestreken in Zeist. En vanuit Zeist zijn ze de missie gaan bedrijven. Of zending, zoals dat in protestantse kringen heet. En met name in Suriname. Het aardige is dat wij als Utrechts Archief, we zijn bij het Landelijk Centrum voor Kerkelijke Archieven, en we hebben ook alle archieven van de Evangelische Broedergemeente, van de Hernehutters, hebben wij in huis. Met ook weer hele interessante archiefstukken over deze voormalige plantages. En met name ook veel stukken over de Marons. Er zitten ook veel met foto's en al in het archief van de Evangelische Broedergemeente. Hier voor me heb ik een bladzijde uit het bevolkingsregister van de stad Utrecht. In zo'n bevolkingsregister worden altijd de beroepen opgesomd. En bij zijn beroep wordt vermeld planter. En wat je ook ziet opmerkelijk is dat er een hele zwik dienstbodes in het huis van Christian Willem Wijkner en zijn vrouw en kinderen woonde. Dus hij is inmiddels in zo'n goede doen geraakt dat hij zich zoveel personeel kan veroorloven. Waarschijnlijk omdat hij die enorme compensatie van bijna 250.000 euro naar hedendaagse geld heeft ontvangen ter compensatie van die 82 tot slaaf gemaakte. Nou, zo zie je dat je aan de hand van de originele archiefstukken in ons depot bij het Utrechtse Archief en scans toch nog wel best wel wat van de levens van plantage-eigenaren en slaafgemaakten kunt ontrafelen. Welkom terug naar het filmpje van het Utrechts Archief. Waarin Joyce Pennings ons wat meer heeft verteld over wat je allemaal tegen kan komen. En dat is eigenlijk een bruggetje naar het panel. Het panel is al gezeten hier. En ik stel ze even kort aan jullie voordat ze zelf wat meer gaan vertellen over wat zij doen.
in het Utrechtse of daarbuiten over slavernijverleden en alles wat daarmee samenhangt. We hebben allemaal kleuren stoelen op de oranje stoel. Nancy Jouwe, die ik net al geïntroduceerd heb en die jullie zojuist al gehoord hebben. In dit panel kan zij nog iets meer vertellen over de dingen die ze net al even aanstipte. Links van mij Leroy Lucas. Welkom. Leroy Lucas is een prominent figuur in Utrecht. Hij is eigenlijk de kartrekker, de verbinder in heel veel initiatieven op het gebied van slavernij, maar ook diversiteit, inclusiviteit. En hij is onder andere de initiatiefnemer en voorzitter van de Kitty Kotti Stichting, of het Kitty Kotti Comité. Waarover we graag wat meer horen, want dat is een van de belangrijkste spelers over dit thema. En dan op de paarse stoel, ik begin even aan die kant, zit Nienke Bloemberg van het Centraal Museum, curator van de expositie Voices of Fashion, waar we straks nog veel meer over gaan horen. En naast mij op de groene stoel met de rode broek, heel kleurrijk geheel, Janice Deel, gastcurator van diezelfde tentoonstelling Voices of Fashion. Heel erg welkom aan jullie beiden. Dank je. En ik wilde eigenlijk, om te beginnen, jullie even de vloer geven van waar zijn jullie op dit moment mee bezig in dit verband en wat zou je daarover willen vertellen? Ik kijk even als eerste naar jou, want Nancy is al aan het woord geweest. Die komt straks weer. Leroy, het is natuurlijk, we kijken alweer een beetje naar juni, juli uit. Kan jij wat meer vertellen over jouw comité en jouw activiteiten? En van waar komen jullie en waar gaan jullie naartoe? Dat is een hele brede vraag. Maar laat ons, neem ons mee in een kort overzicht van waar jij mee bezig bent. Of course. Nou, ik ben Leroy Lucas. Ik weet niet trouwens waar de camera is. Is dat? Okay. Recht voor ons. Ik ben Leroy Lucas en ik ben voorzitter van comité Kitty Kotti hier in Utrecht. En we zijn in 2018 begonnen. Daarvoor waren er allemaal wel gesprekken. En daarvoor waren er ook Kitty Kotti's. Maar die waren voornamelijk binnen de gemeenschap zelf. Ja. En het werd wel genoemd. Natalia van Torri Osso die organiseerde ook zaken omtrent Kitty Kotti heen. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hey, misschien kunnen we dit gewoon gemeentebreed trekken. Om iedereen daarbij te betrekken. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. En dat dacht jij plotseling ineens? Of was er een aanleiding? Ik was naar de Kitty Kotti in Amsterdam een paar keer geweest. Mm-hmm. En ik dacht van, waarom moet ik telkens naar Amsterdam? Dat is een hele Utrechtse vraag. We zouden dit toch ook in Utrecht kunnen hebben. Ja, absoluut. Dus zo ben ik ook in gesprek geweest met mensen van de politiek. En ik wil met name ook Bushra Dibi benoemen. Ze is een voormalige gemeenteraadslid. En zij heeft mij enigszins geholpen met mijn weg te vinden in het politieke circuit. Want ja. Je moet wel een beetje mensen masseren over de komst van de Kitty Kotti hier in de stad. Ja. Maar dat is goed gelukt, want zijn. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Trouwens, toen de tijd hadden we ook gesproken over de monument. Mm-hmm. Dus dat was al iets wat op mijn hoofd zat. Ja. Het idee was in ieder geval, als er een monument komt, dan moet er in ieder geval wel een Kitty Kotti eromheen. Anders heb je gewoon een ding en dan gebeurt er verder niks mee. Ja. Ja. So, we moeten het een levende monument van hebben. Het moet een sociale context hebben. Ja. Dat is in ieder geval hoe het is begonnen. Ja. En op dit moment zijn we keihard bezig te organiseren. We gaan het dit jaar, helaas, maar het is niet anders, door corona weer een videoproductie van maken. Okay. Zodat mensen het kunnen zien. Veilig in hun huis. Maar we hopen wel volgend jaar, als alles goed zit, wel een gewone ouderwetse Kitty Kotti te hebben. Om het weer groots aan te kunnen pakken. Staatsbreed. Ja, ja. Oké. Okay. Yes. Ja, mooi. Dankjewel. Dank je. Ja. Ga ik even naar
de rechterkant, voor de kijkers links. Want ja, jullie zijn eigenlijk samen vertegenwoordiger van de expositie Voices of Fashion. Die eigenlijk al begonnen had zullen zijn, maar zoals zoveel dingen ook weer uitgesteld is door de maatregelen rond corona. Janice, kan jij wat vertellen? Want die expositie gaat er dus binnenkort komen. We weten nog niet precies wanneer, maar gaat binnenkort komen. Kan jij wat vertellen over deze expositie? Wat het achterliggende idee is en waar gaat de expositie over? Ja. Ja, tuurlijk kan ik daar wat over vertellen. Wat je zegt, hij is al af. Hè. En Nienke noemt het altijd een sleeping beauty. Vanaf februari is hij aan het wachten op al die bewonderende bezoekers die ongetwijfeld in grote getalen gaan toestromen. En dat hopen we van harte, omdat het niet alleen een hele bijzondere en mooie tentoonstelling is, maar ook een hele betekenisvolle tentoonstelling. Het is gepresenteerd als mode tentoonstelling, maar het gaat ook om kunst en muziek en andere culturele uitingen. Door met name zwarte mensen. En het achterliggende idee is eigenlijk, de boodschap die we eigenlijk uit willen dragen met deze tentoonstelling, is dat, dat het koloniale verleden, het slavernijverleden, op heel veel verschillende manieren doorwerkt in het heden. En ook als we het hebben over zaken als mode en schoonheid in deze specifieke context. En daar staan heel veel mensen vaak niet bij stil. Nee. Als je alleen maar kijkt naar de manier waarop het modesysteem is ingericht, waar het op is gebaseerd eigenlijk. Het is gebaseerd op een systeem van ongelijkheid, van uitsluiting in feite. En powerplay eigenlijk. Ja. Verschil in machtsverhoudingen. Ja. En dat is nog steeds vandaag de dag aan de hand. En heel veel mensen zien dat niet. En het is wel, denk ik, op een hele mooie, aanschouwelijke, toegankelijke manier dat wij dit nu aan het voetlicht brengen, zeg maar. Ja. En want ik vergat jou even nader te introduceren. Nou, ben jij natuurlijk eigenlijk een bekende Nederlander, dus dat heb je ook helemaal niet meer nodig. Maar jij bent natuurlijk wel de stem van het staat in jouw biografie, fashion activist. Ja, zo ben ik. Modedeskundige, maar ook heel erg strijdbaar en vormend bezig op een inclusief cultuur, mode, media, landschap te creëren. Ja. En daarom ben jij natuurlijk ook de aangewezen persoon om deze tentoonstellingen vorm te geven en een stem te geven. Was het jouw idee? Ben je erbij betrokken geraakt? Of hoe is het begonnen? Het was niet mijn idee, maar natuurlijk zeker wel mijn wens. Ja. Het idee kwam echt uit de koker van Centraal Museum. En ik vind het echt heel tof dat ze daar al meer dan 3 jaar geleden mee begonnen zijn. Kijk, nu is het onderwerp black fashion en alles wat aan blackness kleeft is helemaal hot en hip en happening. Yeah. Maar again, Centraal Museum begon daar dus al 3 jaar geleden mee. Ja. En volgens mij was het voor hen een vrij voor de hand liggende keuze om mij te vragen als co-curator. En ik was het daar natuurlijk helemaal mee eens. Ja. Omdat ik natuurlijk me heel lang en heel enthousiast al over dit thema uitspreek. Ja. En natuurlijk, het gaat in mijn verhalen vaak om diversiteit of inclusie eigenlijk in de mode of in de beauty of in cultuur of whatever. Maar het gaat natuurlijk om het grotere plaatje. Hè. We willen een inclusieve samenleving. Ja. Dus dan moet je ook op al die deelgebieden streven naar inclusie, zodat iedereen meedoet, maar ook meetelt en gezien wordt en zijn of haar verhaal kan vertellen. Ja, dus dat eigenlijk. Ja, klinkt heel goed. Ja. We gaan er zo nog iets meer over. Maar Nienke Bloemberg, jij bent van het Centraal Museum, althans in deze hoedanigheid zit je er. En dus ook curator van al een hele waslijst aan exposities, zag ik bij zowel Centraal Museum als nu ook bij Amsterdam Museum in Nieuwekerk. Kan je iets meer vertellen van waarom gaat het Centraal Museum, of hoe kwam dat jullie dachten, nu moeten we dit verhaal gaan vertellen? Vraag. En hoe ga je dan te werk ook? Ja, dat is een goede vraag. Het Centraal Museum is volgens mij het oudste stadsmuseum van Nederland. Ik ben het tel kwijt, maar het zit zo rondom de 185 jaar. Zo. Dus dat betekent ook wel dat er in de afgelopen decennia of eeuwen zelfs verzameld is, vanuit een bepaalde blik gekeken is. En er werd wel wat langer over gesproken, maar de reden waarom wij inderdaad zijn gaan praten is omdat ik inderdaad de tentoonstelling eerder heb gemaakt over menselijk haar in mode en kunst.
En dat Janice eigenlijk tegen mij zei, ik voel me eigenlijk niet helemaal gerepresenteerd. Of weet je, ik kan me niet helemaal herkennen in wat er te zien is. Ja. En dat ik denk, ja, wij zijn natuurlijk een publieke instelling. We zijn er in principe voor iedereen. Wat is er, hè? Wat moeten we anders doen? En nou ja, dus ik denk dat dat, we kennen elkaar wel al langer. Maar dat dat wel een soort beginpunt is geweest om verder te praten over wat er dan nog uit voort kan komen. Ja. En nou ja, daar is dit uiteindelijk wel een heel concreet, groot, ambitieus project van geworden. Want het is echt, ja... Vertel, wat kunnen we allemaal zien op de expositie? Nou ja, voor wie het museum kent, het is, het is in de Stallen. Dat is voor Utrecht, dat is denk ik best een bekend begrip. dus het is ruim 1000 vierkante meter waar we ook echt flink hebben kunnen uitpakken. We gaan eigenlijk dwars door de tijden heen. Waarbij er ook bijvoorbeeld naar de 18e eeuw wordt gekeken. Maar we zitten ook in, echt in het nu, wat er nu speelt. En ik denk, het gaat ook echt om de persoonlijke verhalen. Dus de tentoonstelling heet natuurlijk ook niet voor niets Voices of Fashion. Ja. En we hebben gekozen voor een insteek waarin bezoekers een beetje worden meegenomen. Kennis maken met allerlei ontwerpers. Er zijn meer dan 70 ontwerpers of instanties betrokken met wie we echt persoonlijk veel persoonlijk contact hebben gehad. Van hier uit Utrecht tot Europa, Amerika en verschillende plekken in Afrika. Wat je bijvoorbeeld in de eerste zaal ziet, vind ik zelf... Ja, heel mooi dat het vrij non-hierarchisch is. Dus dat het, ik heb het gevoel dat het een soort synergie is van mensen die een stem hebben in de modewereld. En dus we hopen vooral bezoekers mee te kunnen nemen. Maar er zit overal, voel je wel, denk ik, we proberen bezoekers aan het denken te zetten. En er zit ook kritische noten in, uiteraard. Ja, ja, ja. Yes. Uiteraard. Ja. Want Jen is eigenlijk begonnen dus met een vraag van jou. En... Is dat iets wat jij herkent, Nancy, of en nu hoor je misschien ook van dat je denkt, ik mis iets. We kijken naar de situatie zoals die is in een stad, in instanties, in de cultuur. Maar waar ben ik of waar is mijn verhaal? Herken jij dat ook als drijfveer voor het onderzoek wat jij doet, de projecten die jij hebt gedaan, ook met Cosmopolis en... Het huidige onderzoek. Nou ja, toen ik 15 jaar geleden begon als artistiek directeur hier in Utrecht, was ik volgens mij de enige vrouw van kleur die dat werk deed in de culturele sector. En toen ben ik heel hard op zoek gegaan naar mensen die... En toen vond ik Wim Anhutu, die de directeur van Molux Museum was. Nou, misschien wel de enige museumdirecteur of de eerste van kleur. Van kleur was, ja. Dus ook in... dus niet alleen in programmering of communicatie, maar ook in leiderschap en... curatorial practice of mensen die zeg maar vanuit een visie dan een programma ontwikkelen. Utrecht staat wel bekend om zijn witheid wat dat betreft. Ja. En daar zijn we denk ik nog steeds mee bezig. Dat gaat ook met pieken en dalen, denk ik. En daar valt nog wel heel veel te doen. Ja, absoluut. En er wordt ook heel veel nu gedaan. Maar daardoor merk je soms hoeveel er nog te doen is. Want Leroy, jij gaat ook al een tijdje mee. Hoe zie jij de ontwikkeling in de stad Utrecht als het gaat om het oog voor slavernijverleden, oog voor Best wel positief eigenlijk. Want, ja, dat mag ook. Ja, nee, ik op serieus. Lift us up. Bijvoorbeeld bij het museum, een tijdje terug, zaten we ook, dat was zo'n groep mensen uitgenodigd om te praten over de stukken die daar waren. En daar was ik ook bij betrokken en we moesten allemaal wat schrijven op papieren voor wat we vonden. En ik was er best wel duidelijk in. Van, ik snap wel waarom heel veel mensen van kleur niet zo snel naar het museum zouden gaan, in ieder geval zwarte mensen. Ja. Want wie heeft zin om te betalen om witte mensen op de doeken te zien die waarschijnlijk ook nog geld hebben verdiend over onze rug, weet je. Dus, het wordt dan meteen in zo'n situatie van... Eigenlijk vergelijkbaar wat jou Janice opviel. Zo in die hoedanigheid zie ik wel dat mensen luisteren. En dat je voelt dat de bereidheid vergroot is om dat ook echt... En ik moet ook zeggen dat na vorig jaar ook we in een soort stroomversnelling zijn terechtgekomen. Ja,
Want jij hebt ook, zeg maar, als initiatiefnemer of host van Black Lives Matter protest in Utrecht, ja. Ben je actief geweest. Ja. En, wat als je kijkt nu, ja, dat is bijna een jaar later nu, wat is het effect in de stad echt? Het effect is natuurlijk nationaal en internationaal groot, maar in Utrecht, zie je daar? Nou, ja, wel, zeker. Ja. Bewustwording. Ja. Ik denk dat mensen nu eindelijk, nou ja, misschien sommigen wisten het al, maar dat ze denken van, verrek, deze mensen zijn er ook. Ja. En wij hebben onszelf in het beeld gespeeld. Bedoel je dus vooral bewustwording bij het brede publiek, het meer publiek, witte publiek? Ja, absoluut. Maar voor mensen van kleur? Voor mensen van kleur. Is daar ook een effect? Nou, ik heb geen cijfers op dit moment. Nee, maar voor je gevoel. Maar er zijn geen wetenschappen voor hem vandaag, gelukkig. Gevoelsmatig heb ik wel het idee dat mensen meer openstaan voor het andere geluid. Ja. Om te horen wat wij te melden hebben. Je ziet het positief. Absoluut. Ik wil het positief houden, want positiviteit trekt positiviteit aan. Dat is gewoon lekker houden. Ja. Ja. Nou, wat ik misschien mag wat zeggen, wat Nancy net zei, dat Utrecht zo enorm wit is en dat het je een beetje tegenviel, dacht ik, de aandacht voor slavernij en zo. Zoiets zei je toch, of niet? Ik wilde juist eigenlijk zeggen dat ik als relatieve buitenstaander, ik ben natuurlijk de enige niet-Utrechter, is het geloof ik, hè? De enige niet-Utrechter hier, ik kom uit Leiden. En dat ik juist al jaren met enige afgunst naar Utrecht kijk. Omdat ik denk van, hé, daar gebeurt tenminste wat. Hè, Tori Ossel ken ik al langer dan ik jullie allemaal ken. Mm-hmm. En ik weet dat die Kitty Kottie-vereniging hier best wel bloeiend is. En ik zie het Centraal Museum hele mooie dingen doen op het gebied van inclusie, diversiteit. Dus voor mijn gevoel leven die thema's hier wel echt, tenminste een stuk meer dan bij mij in Leiden. Waar ze natuurlijk wel in de academische wereld een beetje leven. Maar je ziet niet dat een gemeente hiermee aan de slag gaat. Of dat een gemeente gelden vrijmaakt om dingen op touw te zetten. Of weet je, we hebben geen echte Kitty Kottie-vereniging. En dat kun je natuurlijk wel, kan ik mezelf misschien ook aanrekenen. Er zijn mensen die hebben geprobeerd om iets op poten te zetten. Maar ik merk vanuit dat bij mij in de stad dat het thema diversiteit nul leeft. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie met name dan, jij bent ook ooit begonnen vanuit nul, hoe je zo'n vereniging echt op poten hebt gezet, zeg maar. Heel klein beginnen natuurlijk, dat snap ik. Heel raar, maar ik zeg altijd, het begin met waarschijnlijk een kamer binnenlopen met allemaal witte mensen. Ja. Die jou aanstaren en dan in ieder geval een wat op papier zetten van wat je wil doen, hoe je het wil doen en wat de kosten zijn. Betreffend dat is eigenlijk waar het begint. En proberen mensen om je heen te krijgen die mogelijk iets meer verstand hebben van zaken dan jijzelf. Want ik ga nooit claimen dat ik alles weet, want ik weet niet alles. Maar ik heb altijd geleerd dat als je wat je mist, andere mensen kunnen toevoegen. En daarom werken we ook graag samen met Tori Ossel. Ja. Want zij hebben die ervaring al hier in de stad betreffend Kitty Kottie organiseren. Je bouwt eigenlijk voort op pionierswerk wat al eerder is gedaan. Sowieso. Dus dat is. Dat is kijk, het werk wat ik tussen 2006 en 2012 heb gedaan en onder andere met Tori Ossel, dat heeft impact nu. Ja. Snap je? Dus die motie die 2 jaar geleden is ingediend, is op basis van onderzoek wat we toen hebben geëntameerd. Ja. Dus, maar soms duurt het gewoon lang. Je ziet ook dat er een wisselwerking is tussen steden, hè, want ook het NINSEE, wat ik al even noemde, wilde heel graag dat er ook in andere steden meer aandacht zou komen voor Kitty Kottie, voor de afschaffing van de viering en de herdenking. Dus die zijn ook echt naar verschillende steden gegaan om met partijen te praten. En dan heb je ook een Leroy die dat bijvoorbeeld oppikt. En het is allemaal relatief, want ik begrijp heel goed wat jij zegt. Ja, je kent de stad natuurlijk ook wel. Leiden is natuurlijk een nog veel kleinere stad. Wat dat betreft. Utrecht is natuurlijk wel de vierde stad Nederland. Ja. En van de G4 is er wat dat betreft is het wel de witste stad. Nou, ja. Maar er gebeurt inderdaad wel heel veel. Maar dankzij mensen zoals
wij, ja, zou ik dan toch maar zeggen. Ja. Gebeurt er ook heel je moet veel. Het blijven aanjagen, blijven, ja, op de agenda zetten. En eigenlijk initiatief blijven nemen. Ja. En dan, ja. Dan wil ik ook even een shout-out geven aan sowieso Natalia Maaknaak van Torioso. Die hoopt dat man kijk is. En Linda Nooit Meer van Lindsay. Ja, ja. Want met deze mensen hebben ook gezorgd dat ik in ieder geval hier zit. Je hebt pioniers nodig en mensen met een lange adem. Hè? Want als ik jullie hoor, je bent al jaren bezig, decennia lang dus eigenlijk al. En nu begint er dan toch wat zichtbaar, tastbaar resultaat te komen. En ik vroeg me af, dat is eigenlijk een vraag aan jullie alle vier. Dus wie hem wil beantwoorden, wat doet dat eigenlijk met je als je toch steeds denkt van, oh, of ziet van onze verhalen zijn niet zichtbaar in de stad? Wat heeft dat voor effect op mensen? Want ik denk dat heel vaak witte mensen dat nog niet zien of begrijpen wat dat is. Als je die denken, ja, goh, hè, waarom zouden we? Wat is het effect van, we hadden het in de voorbereiding ook over. Ja, onzichtbaarheid van je eigen geschiedenis en je eigen verleden. En daar dus zelf ook weinig van weten daardoor. Iets wat we allemaal denk ik wel kennen. Is dat... Nou ja, van wie was die uitspraak ook alweer? Hè? Tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. Oh ja. En ja, onzichtbaarheid is eigenlijk een soort van, eigenlijk een soort belediging. Je doet er niet toe. Dat is in feite wat er gezegd wordt, hè, als je niet zichtbaar bent. En dat heeft natuurlijk een enorme impact, psychologisch, maar ook in kennisontwikkeling. Want als jij onzichtbaar bent en jouw verhalen er niet toe doen, dan wordt daar verder dus ook geen kennis over ontwikkeld. Ja. Hè? En dat geldt dus bijvoorbeeld voor die slavernijgeschiedenis van deze stad. Dat je dat, nou ja, maar ook een voorbeeld vanuit de culturele sector weer. Op een gegeven moment in Utrecht is de Vrede van Utrecht gevierd. Dat was in 2013. En in die Vrede van Utrecht werd een heel belangrijke bepaling. Was eigenlijk een onderhandelpunt. Was wie gaat het asiento de negros verkrijgen? Dus wie krijgt van de Europese landen die allemaal naar Utrecht kwamen, in het stadhuis aan het vergaderen waren, wie gaat daar weg met dat recht om aan de Spaanse kroon tot slaafgemaakte te leven? Wat een heel lucratief recht was. En daar gingen de Engelsen mee heen. Er was geen enkele culturele instelling die daar iets mee deed. Terwijl ik dacht, ja, maar dit moet toch verteld worden. Ja. Dus het gaat ook echt wel om, echt om het op te pikken. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat je vanuit de kracht en de kennis en de skillset die jij hebt, dat je zo zitten we hier allemaal met elkaar, dat je dat dan ook oppikt. Ja, het is wat je zegt ook. Het wordt vaak, misschien door sceptici ook wel gezegd van, ja, maar de feiten zijn zus en zo. Maar er zijn zoveel feiten nog niet boven tafel. Dus het zijn hele ongelijke discussies. Omdat, daarom is jouw werk natuurlijk zo belangrijk. Om die dingen boven tafel te krijgen. Proberen wij daar op onze manier natuurlijk weer een klein steentje aan bij te dragen. Maar dan kun je op een gegeven moment, als wel die informatie er is, kun je toch net wat makkelijker misschien ook discussies aangaan. Omdat het, ja, dus... Ja, want het heeft ook te maken met dat er vaak naar de koloniale geschiedenis als een zwarte bladzij, of slavernij als een zwarte bladzij. Hè, alsof het één zwarte pagina in een verder heel mooi boek is. Blank boek. Maar het is een zwarte bibliotheek. Zwart in de zin van... Hè, zwart wordt ook altijd heel negatief inderdaad bepaald. Maar in ieder geval, er is nog zoveel niet geschreven hierover. En dat is waar het om gaat. Het gaat ook om historisch feit. Hè? Mensen denken, ja, slavernij is een mening, racisme is een mening. Ja. Nee, het zijn feiten en het zijn dingen die ons die gebeuren. Hè? Daar moeten we het over hebben. En die dus ook duidelijk impact hebben over hoe we nu leven, hoe we ons nu voelen en hoe we nu in de stad ons bewegen. Je ziet die beweging ook gebeuren. Hè? Ik bedoel dat een premier vorig jaar zegt, naar aanleiding van de Black Lives Matter demonstraties overal, nu ook moet toegeven publiekelijk dat racisme bestaat in Nederland. Dat was echt vervolgens kan je afvragen wat het kabinet daar daadwerkelijk aandoet of meedoet. Ja, ja. Maar het is wel gezegd. Maar dat was ook wel een moment. En plein publiek. Ja. Ja, het wil niet zeggen dat je nu de gesprekken over racisme makkelijker kunt voeren, vind ik juist. Ik vind het zo vaak zo frustrerend
als je die gesprekken aangaat, je hoeft het woord niet eens te noemen, maar het is net alsof witte mensen, als het zodra het om, laten we zeggen, zwart-wit kwesties gaat, kleurkwesties, diversiteit, inclusie, laat staan het R-woord, racisme, een soort waas voor ogen krijgen, de hakken in het zand zetten, niet meer kunnen helpen kunnen nadenken, niet meer kunnen luisteren en meteen dingen op zichzelf gaan betrekken. Ja. Ik had het toevallig vandaag op mijn socials nog. Ik deelde een bericht ergens over een instantie die de fout in was gegaan qua kolonialisme, qua racisme. Ik weet niet precies, iets lelijks in elk geval. En ja, mensen gaan het meteen op zichzelf betrekken. Van ja, maar nu is het net alsof ik... En dat is denk ik het lastige om waar het zo moeilijk is om dit onderwerp aan te kaarten. Dat mensen denken dat het om hen gaat, maar het gaat totaal niet om hen. Het gaat om een systeem. Ja. En ja, dat, ik vind het heel lastig nu om die gesprekken aan te gaan. Ik doe dat wel. Maar het grote verschil is wel dat we het met veel meer mensen doen dan 25, 30 jaar geleden. Ja, absoluut. Toen vond ik het veel lastiger. Ja. En nu is het gesprek van alle kanten. Ja. Nou ja, wat ik ook wel goed vind, is dat als je bepaalde instanties binnenloopt om te praten over dit soort onderwerpen, dat daar ook mensen zitten die in ieder geval openstaan om te luisteren en met jou meedenken. Ja. Maar we zijn er nog niet, hè? Nee, wij zijn gewoon, dat is het punt wat Janice ook maakt. Het is echt een weg van lange adem. Ik krijg wel eens appjes van jongeren, hè, die zeggen, Jezus Nancy, jij bent al zo lang, decennia mee bezig. Ik ben er nu 3 jaar mee bezig, ik ben nu al moe. Hoe doe jij dat, weet je wel? Dus ja, het is echt wat dat betreft inderdaad een kwestie van lange adem. En het is ook, in Nederland zijn we gewoon ook niet gewend om met elkaar dat gesprek te voeren. Mm. Mensen hebben er soms niet eens taal voor. Nee. Los van kennis. Ja, dus dat wilde ik eigenlijk net ook zeggen. Dat viel mij op in dat filmpje ook van het Utrechtse Archief. Dat het zo belangrijk is om je bewust te worden wat taal doet. En dat we de taal en dus ook de verhalen die we kennen en die we horen. En die we soms ook zelf verder vertellen. Gevormd zijn door degene die de macht hebben. Dat vond ik een heel mooi inzicht uit het filmpje. En dat is waarschijnlijk ook iets wat, denk jij wel, herkent van in als Centraal Museum. Je hebt een bepaalde stem en net als het Utrechts Archief en al die instanties. We zijn weer live. Oké. Okay. We hadden een korte onderbreking door een gebrek in de techniek. Dus wij hebben intussen ontzettend spannende dingen allemaal gezegd. We hebben jullie helaas allemaal gemist. Maar voor het laatste stukje van het paneldebat hoop ik dat jullie nog eventjes bij ons blijven kijken. Want we zijn weer in beeld, hoor ik. En ik moet dan toch ook al richting afronding, want de tijd is helaas wel gewoon doorgelopen. Dus we gaan gewoon de volgende keer met dit panel nog veel langer kletsen. Kom gewoon terug. Ik wilde tot slot van deze onderbroken uitzending aan jullie alle vier eigenlijk vragen. En Nens voorop, want het is jouw onderzoek. Waar kijk je het meest naar uit als je niet zozeer wat zijn de resultaten, maar als het resultaat, als het boek... En het onderzoek gepresenteerd wordt. Op wat voor effect hoop je te zien in de stad? En jullie meer als buitenstaanders, wat betekent het onderzoek voor jullie? Wat is het voor jullie? Ik hoop dat het voeding... Ja, dat klinkt bijna stichtelijk. Dat maar ik hoop dat het voeding geeft aan jongeren. Ik geef ook les, onder andere aan de HKU. En ik word altijd wel heel erg geïnspireerd door hoe jongeren dit soort onderwerpen oppikken. Ja. En daar ook echt over willen horen. Dus ik heb ook bijvoorbeeld bij de Universiteit Utrecht, daar hebben ze af en toe masterclasses voor. Zesde klassers die dan bijna naar de universiteit gaan. Toen had ik voorgesteld aan de universiteit, nou, zal ik dan een masterclass over slavernijverleden doen? Ik noem maar een dwarsstraat. En daar werd enorm op ingetekend. En dat geeft mij dus inderdaad hoop. Hè. We moeten ook even hoopvol eindigen. Dus ik hoop dat het jongeren inspireert, maar ook zeker jonge historici en andere met programmamakers inspireert om er meer mee te doen. En dat het eigenlijk een voedingsbodem is om om tentoonstellingen te maken, theaterstukken, dingen te doen. Dat hoop ik heel erg. Dat lijkt me heel mooi als dat zou gebeuren. Want
De jeugd heeft het nodig, denk ik ook. Leroy, waar kijk jij naar uit bij de presentatie van het onderzoek? Wel, ik hoop dat het bewustwording schept voor mensen die misschien nu nog in de duisternis zitten betreft deze stukje geschiedenis. En hopelijk creëert het ook meer mensen die nog meer met ons meedenken. Want wat ik net probeerde aan te geven, je moet het ook hebben voor mensen die met jou willen meedenken in deze proces. Dat geldt zeker voor Leiden. En hier in Utrecht ben ik heel blij met mensen zoals onze wethouder en Marianne Poort. De bibliotheek. Dat, ja, absoluut. Ja. Dus eigenlijk nog meer ruimte om meer te kunnen doen. Ja, nog meer mensen die nog meer met ons gaan meedenken. Ja. En dan ga jij ook nog even door met die kar voort te we blijven door. Duwen. Ja, dat wil ik even horen natuurlijk. En de mode, cultuur, fashion, museumwereld aan mijn rechter. is dit een onderzoek wat voor jou, ik begin even bij jou, Janet, wat voor jou persoonlijk of professioneel... Ja, het is natuurlijk voor iedereen van belang. En wat ik zei net al, ik spreek me dan met name uit over mode of cultuur, whatever. Maar het gaat natuurlijk om inclusie over de hele linie. Om bewustwording, om het delen van, om plaatsmaken voor. En ik hoop eigenlijk dat dit soort boeken ertoe leiden dat mensen ook binnen instituties niet alleen deze stof aanbieden. Op opleidingen of andere instituten, maar ook de hand in eigen boezem steken in de zin dat ze om zich heen kijken van joh, wat hebben wij eigenlijk hier binnen de vier muren zitten aan diversiteit, aan kleur, weet je? Want we hebben het wel over, het moet divers en het moet inclusief en het programma en dit, maar kijk ook vooral even naar de mensen met wie je werkt. Daar is echt nog heel wat, een grote slag te maken, denk ik. Het gaat heel vaak over nog, hè? En nog niet zo met. Binnen je eigen organisatie. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En Nienke, daarbij aansluitend, het Centraal Museum heeft nu een soort voortrekkersrol. Mm-hmm. Praten jullie ook met andere musea over hoe je dit kan doen? En is zo'n onderzoek als... belangrijk daar ook, dus als een soort materiaal? Ja, ik denk twee dingen. Eén is, ik ben heel benieuwd hoe de tentoonstelling misschien anders was geweest als, als we met na aanleiding van de uitslag van je onderzoek. Dus we hebben het er sowieso vaak over, over 10 jaar of zo, dan moeten we misschien een soort deel 2 maken. En daarnaast, wat was de andere vraag? Hoe je het Centraal Museum... Jullie doen bijvoorbeeld mee aan musea bekende kleur. Dat was de andere. Dat is misschien wel leuk om dat even te vertellen tot slot. Dus er is vorig jaar... En jullie doen mee, jullie zijn mede-initiator. We zijn mede-initiator, en dat is eigenlijk inderdaad in een rap tempo... dus er is ongeveer een jaar geleden het idee tot stand gekomen om musea bekende kleur op te richten. Eerst heel erg ambitie comité, wel inderdaad binnen de museumwereld. Maar dat heeft zich eigenlijk in no-time uitgerold met samenwerkingen, gesprekken. En het is nu eigenlijk heel onafhankelijk met een Instagram live. Het is heel inspirerend om te zien hoe zich dat ontwikkelt. En daar gaat het voor een groot deel ook wel over personeel. Want het wordt inderdaad wel gezegd, de tentoonstelling is natuurlijk heel leuk. Maar er zijn natuurlijk heel veel aspecten die aan de orde moeten komen. Ja. Dus het is ongelooflijk hoe dat met Asfa bijna die dat trekt. Heel interessant. Zouden we ook eens een keer een avond over moeten organiseren. Yeah. Hoe dat verder dan effect heeft. Yeah. Ook op andere instanties. En ik denk niet alleen aan musea, maar ook aan de theaterwereld, de muziekwereld, bibliotheken. En de academisch, denk ik ook. En verschillende het niveaus. Academische wereldje. Ja. Ja. En ik denk vooral ook de openheid in samenwerking. Dus dat je kan leren van elkaars ervaringen. Dat je inderdaad samenwerking aangaat. En vooral een open houding. Dat is denk ik. Wat jij eigenlijk ook al benadrukt. Ja. En het liefst ook al vanaf de basisschool. Ja. Ook heel erg stimuleren om van jonge leeftijd al meer nog mee te krijgen van onze gezamenlijke geschiedenis, zoals jullie natuurlijk ook. Ja. Nou, volgens mij kunnen we hier nog heel lang over doorpraten. Maar de tijd loopt en de avondklok is ook nog niet afgeschaft. Dus we gaan richting een slot. Nancy, ik wilde jou vragen om als laatste. Jij vertelde net een paar hele leuke initiatieven die in juni ook gaan gebeuren. Waaronder dat theaterstuk en nog iets. Kan je nog even voor de mensen denken, ik wil ook iets zien doen naast de uitslag van het onderzoek.
Wat ging er nog gebeuren? Ja, dat is een, theatergroep of een organisatie, Sites of Memory. Dus Sites plekken van herinnering in het Engels, hè? Sites of Memory. Ja. Dat is opgezet door Katie Streek, theatermaker, en Jennifer Tosh, collega en vriendin van mij in werk wat we doen rondom slavernijgeschiedenis in verschillende steden. Ook, en zij tweeën hebben afgelopen 5 jaar theater op locatie gedaan in de maand juni, geïnspireerd op de historische bronnen. En het onderzoek wat gedaan is rondom slavernijgeschiedenis. En dat komen ze dus brengen naar Utrecht. Geweldig. En in de 4e week van juni, als alles goed gaat, gaat het in première. Mooi. En, dat wordt dat wordt wel bijzonder, denk ik. Ja, ja, dus ik zou zeker dat allemaal goed in de gaten houden. Dat lijkt me al een heel, heel mooi, tastbaar iets om naar uit te kijken. En we gaan die informatie ook zetten op onze site die we gaan vernieuwen. Sporen van Slavernij Utrecht. En we gaan ook weer wandeltours geven in een hopelijk ooit post-COVID nation. Geënt, dat we lekker weer door de stad gaan lopen en ook echt laten zien waar we dit verhaal kunnen terugvinden. En daar wordt ook dan de presentatie van het onderzoek en het boek, als dat rond is en bekend is, de datum, et cetera. En hoe mensen dat eventueel kunnen bijwonen. Ja, dat gaat eind juni. Want dat is, daar gaan we nu allemaal naartoe leven, lieve mensen. Het boek en het onderzoek gaat er komen. Ik wil jullie panelleden, Nienke, Janice, Leroy, Nancy, ontzettend bedanken voor dit gesprek. Niet gehinderd door allerlei technische uitvallen. Hebben wij hier gewoon doorgepraat. En ik wil de gemeente Utrecht en het Utrechtse Archief en vooral ook de bibliotheek bedanken dat we hier te gast waren. Hanan als programmamaker en Martijn en de andere technici, ontzettend bedankt voor de uitdaging van vanavond. Mm. En natuurlijk de wethouder voor haar verhaal en het Utrechtse Archief voor de film. En Marjan Poort voor de gastvrijheid in de bibliotheek. Het is een intens onderwerp en we kunnen er nog heel veel meer over zeggen. Wat we aan vanavond vooral overhouden is, er wordt heel veel gedaan, er wordt heel hard gewerkt en er is nog heel veel te doen. En we kunnen binnenkort naar allerlei prachtige dingen om ons denken en voelen hierover nog meer aan te scherpen. Daar wens ik jullie allemaal heel veel plezier mee. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Yes.